Die ware dorfarena in de omgeving van Hannover. Met typisch degelijke Duitse ingrediënten. Zoals natuurlijk de braadwoest die gretig van de hand ging. En in die omgeving bereidde FC Twente zich deze week met veel nieuwelingen voor op het seizoen. Ik moet zeggen, ik voel me op mijn plek. We hebben leuke jongens, goede groep. Dus ja, dat helpt altijd wel mee. Ja, je hebt een trainingskamp gehad hier in Duitsland. Is dat dan iets waar je echt gaat kneden aan het team? Nou, je zit natuurlijk wel 24-7 op elkaars lip. Dus wat dat betreft is dat wel goed. Omdat je, ja, de band wordt natuurlijk wel hechter. En ja, we zijn hier ook aan dingen gaan werken die... Ja, die beter moeten en die ja, momenten die we van elkaar kunnen leren. En we moeten elkaar natuurlijk nog beter begrijpen. We hebben wel wat nieuwe spelers, dus ja, daar moeten we gewoon hard aan werken. Wie waren die eerste dagen voor die? Ja, die waren schon een beetje komisch, moet ik zeggen. Ik ben seit 20 jaar in Wien bij mijn Eltern. Das Umfeld ken ik in Wien. En ja, jetzt nach 20 Jahren een komplett neues Umfeld hier mit neuen Spielern. Aber ich habe mich schnell reingefunden. Die Spieler haben mich super aufgefangen. Met de ervaren speler, je bent een speler die ook vaak in de as van het team staat. Ja, dit team moet jij ook meteen ook wel een beetje gaan dragen, hè, op dat middenveld. Want ja, Mokotjo en Klieg, twee sterkhouders, zijn weg. Nou ja, ja, dat is natuurlijk wel mijn taak waarvoor ik hier ook ben gekomen. Om, ja, om het team, de jongens op hun plek te zetten. Het is best wel een jonge ploeg. Dus ja, wat dat betreft hoop ik daar mijn steentje bij te kunnen dragen. Wat bist u voor een Stürmer? Ja, Stürmer. Ich vergleiche mich gern mit Mario Mandzukic, also ein Arbeiter, und der viel für die Mannschaft trainiert und das versuche ich halt auch für den Club zu machen. Een zelfverzekerde indruk dus bij Marco Fassina, die gisteravond zijn eerste minuten maakte. Dat deed hij in het tweede bedrijf. Eerst de vaste kern. En daar ziet u het ook. Stefan Tesker, aanvoerder van FC Twente met nummer 34. Ook de spelers van FC Twente zijn met hun hoofd deze week vooral bezig geweest met Abdelhak Nouri. De wedstrijd dan tegen Hannover 96. Met hier een slippertje van de doelman van Hannover, Michael Esser. Maar Tom Boeren weet niet te profiteren. De bal op het dak van het doel. Er werd twee keer een uur gespeeld zodat alle spelers lekker aan hun trekken kwamen. En Joël Drommel bleek nog niet helemaal wakker in die openingsfase. Komt hij goed weg? Aan de andere kant, hoekschop van Holla. Zit daar George en Tesker. En een glansparade van Michael Esser. Goeie reactie van de doelman van Hannover 96. De voormalige grootmacht, twee keer Duits kampioen, is weer terug op het hoogste niveau na een aantal moeizame jaren. En ook hij is terug, Frederik Jensen. Kreeg wat lange vakantie vanwege interlandverplichtingen. Twente drukt dan door met Oosterwijk. Vindt dan zijn compaan in de voorhoede, Tom Boeren. Goed verdedigd. Door de ploeg die FC Twente in 2012-2013 nog trof in de Europa League. Inmiddels zijn beide clubs afgezakt. Hoekschop voor de gastheer na ingrijpen van Peet Bijen. Die de concurrentiestrijd lijkt te moeten aangaan met Joachim Andersen. Dan moet Drommel deze bal laten gaan. En heeft hij geluk dat hij in tweede instantie een goede reactie heeft. Tweede helft dan met het debuut van Marco Fassina. Voor 4 jaar getekend, overgekomen van Austria Wien. Maar hij kon gisteravond nog geen pot te breken bij zijn debuut voor FC Twente. Dat onder druk kwam te staan in de tweede helft. Hier het opruimen van Jos Hoijveld. De Duitsers dan weer met een oude bekende, Charlison Benschop. Dan zijn ze er razendsnel uit. Dan zie je de mogelijkheid, een handig hakballetje. En dan is het wederom Hoijveld met de redding. Hij bleek een belangrijke sta in de weg met Jorn Brondeel, de doelman van FC Twente. Die hier een goede redding in huis heeft. En dat is meteen ook het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Die na 2 keer 60 minuten spelen eindigt in 0-0.